ik nou met mijn hoofd hier ga liggen en mijn knieën zo optrek? Nee, dat is het ook weer niet. Ik ben er nou nog steeds niet achter wat op deze bank nou de lekkerste stand is. Ben je ook nog veel te jong voor? Wacht even. Ja hoor, klaar. Even. Ja, oké. Wissel! Echt gat. Er zit jam op de overlijdensadvertenties. Lik me dat. Hey, Karel. Je staat in de krant. Wat? Waar? Kijk maar. Hé? Klas van de week. Deze week is de eindexamenklas van het Amstel Lyceum klas van de week. Hier zit jij, tweede rij, van links naar rechts, Karel Visser. Maar wat krijgen we nou zeg? Zat u zelf in deze klas of kent u mensen van deze foto? Neem dan contact op met de redactie van de krant. Aanstaande zaterdag wordt dan een klasreunie georganiseerd voor de oud-leerlingen van het Amstel Lyceum. Leuk. Oh, Karel, wat had je gek rond brilletje op zeg. Laat het zien. Het is niet waar. Vind je niet leuk? Oh nee hoor, daar ga ik niet naartoe. Waarom niet, joh? Dat is toch hartstikke leuk? Nee, ik hou niet van schoolreunies. Zie. Ah, ja, je zag er wel helemaal anders uit, hè? Ja. Hoe dan? Nou ja, gewoon dat kapsel, een beetje afro-kapsel, een beetje hippie. En dan die donkere, serieuze oogjes en kuiltjes in je wangen. En je hand. Hé, Kareltje, je hand. Je houdt je hand op de knie van het meisje naast je. Wat? Ja, kijk maar, klem vast. Alize Bongers. Nou ja, zeg, het is toch belachelijk dat ze zomaar zo'n foto mogen plaatsen in een krant. Ik bedoel, zo gaan mensen van alles denken over iets totaal onschuldigs. Oh, noem jij dit onschuldig? Ja, zeg, dat doen mensen toch wel vaker, hè? Dat stelt toch niks voor? Oh ja, Karel gaat door. Nee, stelt inderdaad niks voor. Nou ja. Vroeger is vroeger en dat moeten we ook maar vroeger laten. Hé, ik was nog niet klaar met het stuk. Nou, jammer dan. Je moet ze wel bellen hoor. Nou, ik zie wel. Nou ja, dan bel ik ze wel. Als je maar laat. Waarom nou? Ja, nou, als er iemand belt, dan ben ik het, hè? Volgens mij durf jij gewoon niet. Ach, zeg, dit heeft toch niks met durven te maken? Ja, er zijn altijd twee soorten mensen die nooit naar schoolreunies gaan. Mensen die vroeger een mislukking waren en mensen die vroeger succesvol waren en pas later zijn mislukt. Nee, en dan heb je nog ons soort mensen, hè, die vroeger deden alsof ze een ander soort mensen waren en die daardoor dus ook niet naar reunies durven te gaan. Ach, zeg, wat een onzin. Ik heb gewoon geen zin. Nou, zal ik ze dan maar afbellen? Ik bel zelf wel af, hè, maar dat doe ik graag in mijn eigen tijd. De telefoon gaat. Misschien is het een goed idee om even op te nemen. Ja hoor, ik ga wel. Hallo, Lucia van Damme. Ik zal even voor de kijker. Hoe zijn u? Oké. Oké. Karel, ben je er? Wie is dat? Ene mevrouw Mulder. Alize Mulder-Bongers. Ja, hallo, met Karel Visser. Hey, Alize. Hey, wat leuk. Ja, ja, natuurlijk herinner ik je nog. Ja, ja, jij hebt net in de krant gelezen, ja. Oh, jij organiseert het. Ja, enig idee. Ja, natuurlijk. Ik was meteen van plan om meteen te komen, zeg. Ja, al die leuke oude vrienden en zo. Ja, oké. Nee, dat zal ik niet doen. Oké, tot dan. Dag, Alize. Dag. Nou, je wordt bedankt. Hé? Hoeveel maanden nog? Hè? Nee, dit is een verrassing voor Dirkje. Oh, waarom houdt hij dan onder je jas? Het is een geheim wapen. Als ze dit ziet, dan gaat ze smelten, sudderen en hunkeren naar warmte en genegenheid.
Hey, laat het dan ook even naar Karel zien. Verrassing! Ja! Oh. Ja, nooit meer doen. Oh, sorry. Mijn innige excuses. Hoe kan ik het goed maken? Misschien met een brokje origineel Hollandse fauna? Oh, een konijntje. Zeg eens dag tegen Dirkje. Ach, wat lief. Hé, hey, hallo, wat een droppie. Hier, alsjeblieft, het is voor jou. Hè? Oh nee, echt? Oh, wat lief. Hé, hey, hallo, lief nijntje, hoe heet jij? Hè? Frits. Lieve, lieve Frits. Frits? Van Zweling Aardenhout. Daar kun je alvast een beetje met hem oefenen. En mijn aaibaarheidsfactor is minstens zo hoog. Alsjeblieft. Hé, ben je er niet blij mee? Dat je denkt dat ik daar intrap zeg. En? Is dat gesmolten? Vind je het zelf ook niet een beetje triest dat je nou al konijnen nodig hebt om meisjes te versieren? Oh, lekker, konijn. Hier, zeg eens dicht tegen Lucien. Oh, hallo, dat konijn. Ja, maar het spijt me hoor, we kunnen hem absoluut niet hier houden. Hè? Waarom niet? Nee, dat kan toch niet, een levend konijn in een restaurant? Dan krijg ik de inspectie op mijn dak. Leren we hem dood liggen? En nee. Ja, en bovendien, forget it hoor. Karel is allergisch voor beesten. Nou, misschien is dat wel wederzijds. Oh. En jij blijft lekker bij mij in mijn kelder. Nou, is toch zielig voor zo'n beest? Nou, hij blijft hier toch niet lang. Ik heb hem even geleased van een bevriende goochelkennis. Hij moet vanmiddag weer terug. En je zei dat hij voor mij was? Ja, nu even. Is om te kijken of je geen gevoelens kunt opbrengen voor Fritsen in het algemeen of voor mij in het bijzonder. Nou, dan krijg je hem vanmiddag pas terug en dan blijf jij lekker even bij mij. Kom maar, Fritsie, Fritsie, lievertje. Het werkt. Het geheime wapen werkt. En dan gaan Fritsie, Fritsie en ik lekker op mijn beddy beddy knuffie knuffie doen. Dus ja, haal even een dweiltje, want ik geloof dat ik nu begin te smelten. Zo. Hebben we nog aspirines? Oh, voel je niet lekker? Nee, niet bepaald, nee. Als het maar niet psychisch is, hè? Heb je al een beetje zin in die reunie? Ja, heel leuk, ja. We moeten een verhaal over ons leven schrijven. Dat heeft Alize bedacht. Huh? Wat ga je schrijven? Nou, geen idee. Dat is toch niet zo moeilijk? Het leven van Karel Visser. Hij eet, hij werkt, hij slaapt. En één keer in de twee maanden ontdekt hij dat er iemand naast hem ligt. Leuk, ja. Aan jou heb ik ook veel. Heb je geen hobby's of zo? Jawel hoor. Hij spaart de zegeltjes van de supermarkt. Precies. Je hebt het wel te pakken, zeg. Dirkje, kom eens. Nee, ik moet even helpen met Karel iets bedenken. Nee hoor, je moet even hier komen. Zometeen. Karel die moet een stukje schrijven over zijn leven. Dat lijkt me sowieso niet verstandig. Het enige wat Karel kan schrijven, dat zijn rekeningen. Ja, en een dagmenu zo eens in de week. Hé, hey, dat is misschien wel een leuk idee. Ik moet je even spreken. Huh? Nou, ga je gang. Niet hier. Oh. Lucien, ik help je zo. Karel, ik breng zo wel wat. Ja, nee, dat hoeft niet. Dat was er een heel leuk idee, Frits. Ja, ik reken straks wel met je af. Wat moet je nou? Waar is Frits? Frits, heb je een identiteitscrisis? Ik heb het over dat konijn. Oh, je bedoelt Frits? Ja, ik heb het over dat wandelende bontkraagje. Ja, waar is die? In mijn kamer, hoezo? Ja, daar is hij dus niet. Hoe weet jij dat? Omdat ik net even ben gaan kijken. Ik moet hem nu terugbrengen. Wat doe jij in mijn kelder? Jij had de deur nogal gastvrij openstaan. Oh nee, en nou is dat konijn dus weg? Ja, of hij hing aan het plafond, daar heb ik niet gekeken. Oh, wat erg. Hij zegt dat wel. Het konijn is hartstikke veel geld waard. Die is speciaal afgericht voor die goochelaar. Als ik hem niet terugbreng, dan eindig ik als het doorgezaagde weesmeisje. Dat is op zich niet zo'n gek idee. Ik meen het serieus, Dirk. Ja, wat moeten we nou doen? Ja, nou, bedenk maar wat. Waar was de konijn voor afgericht? De grote verdwijntruc. Ja, niet zo hard met die deur. Wat zie! Zo, je hebt het behoorlijk te pakken, hè? Ja, pas maar op dat ik je niet aansteek. Nou, stak je me maar een keer aan. Huh? Hier. Wat is dat? Thee. Zonder melk, zonder suiker, zonder thee. Hé, kijk, zitten bubbeltjes in. Wat is dit? Eh? Oh, nee, dat is niks. Wat zien? Nee, dat is niks. Is het niks? Nee. Dus het is wel iets. Nee. Oh, menu van mijn leven. Doe nou, laat nou. Dit is iets persoonlijks. Oh, dit is voor die reunie. Vooraf, salade Amstel Lyceum. Gemengde salade met biologie, aardrijkskunde en Frans met een zure dressing. Ja, laat me zitten. Het is niks. Daarna soep militair. Een waterige lege groene soep. Oh, heb je dat allemaal zelf bedacht?
Goh, origineel zeg. Hoofdgerecht, Vlaams gepot. Levenswerk van Karel Visser. En? Wat, en? Vind je het leuk? Oh, ik vind het ontzettend leuk. Ja, wanneer kom ik bij de koffie? Jij? Wat heb jij er dan mee te maken? Nou, ik neem aan dat ik ook een ingrediënt ben van je dagschotel. Ja, zeg maar, dan ga ik die mensen toch niet aan hun neus hangen? Oh, komen ze vanzelf toch achter? Oh ja? Ik zou niet weten hoe ze erachter moeten komen. Ja, als ze me zien op de reunie. Oh, wacht even. Ik geloof dat er nu toch echt sprake is van een klein misverstandje. Hoezo? Wou jij me soms thuis laten? Nee, je wou toch niet mee? Ja, tuurlijk wel. Dat heb ik toch nooit gezegd dat je mee zou gaan? Het is toch mijn reunie? Wat heb jij daar nou te zoeken? Oh, zit het zo. Lucien van Damme. Ja, hij is er. Momentje, ik geef hem. Hier, je schoolvriendin. Ja, hallo, Alice. Hi, wat leuk. Ja, wat? Lucien? Oh, ja, dat is mijn kok. Ja. Hè? Ja, ja, ik ben er net aan begonnen, ja. Ja, ontzettend leuk idee, zeg. Heel erg leuk, ja, ontzettend leuk. Ja, nou, tot dan, hè? Ja, ik ook, ja. Oké, dag, Alice. Dag. Of ik al begonnen was met mijn biografietje. Ik begrijp het. Ik besta dus niet. Wat is dit nou weer van onzin? Dat is mijn kok. Handig, hè? Een kok die ook je bed kan voorverwarmen. Zolang je schoolvriendjes er maar niet achterkomen. Nou, zeg, stel je niet zo aan alsof die mensen daar geïnteresseerd in zijn. Schaam je je soms voor mij? Voor jou? Nou ja, voor ons, hè? Dat je een vriend hebt en niet een fiscaal aftrekbare echtgenote in een doorzoomwoning. Nou, zeg, waar zou ik me voor moeten schamen? Nou, voor die Alice was ik toch maar je kok. Nou, dat ben je toch ook? Oh, sorry hoor, ik dacht dat ik nog ietsje meer was, maar pardon, ik zal me wel vergist hebben. Nou, als ze ernaar vragen, dan zal ik heus wel zeggen hoe de vork in de steel zit, hè? Hoeft niet hoor, ik zal ze zelf wel vertellen. Oh ja? Ja, want ik ga mee, willen of niet. En dan blijf ik de hele tijd een meter achter je aanlopen. En dan roep ik tegen iedereen dat je toetje bent. En ik had graag de salade met stukjes eendenborst. Ja. De salade met konijnenborst. Eendenborst, ja. Heb je nog iets? Nee hoor. Fritsie. Wat doe jij nou weer, Frits? Ik ben op zoek naar mijn wortels. Mijn roots. Mezelf. Nou, kun je jezelf dan niet ergens anders gaan zoeken? Fritsie. Alsjeblieft, uw tornado. Het kost toch niks extra, hoop ik, hè? Nee, hoor. Het spijt me vreselijk. Ik zal meteen twee nieuwe gaan halen. Neemt hem niet kwalijk. Gezondheid. Bedankt. Bedankt. Gezondheid. Ja, dan weet ik het wel. Ik wil graag twee nieuwe tournedoos hebben. Er was niks mis met die tournedoos. Ik heb er overheen geniest. Nou, dan moeten ze maar even wachten. Nou, doe nou niet zo vervelend. Ik heb nu geen tijd, ja? Een konijn? Wat? Daar. Ik zag daar net een konijn. Waar, liefje? Daar was toch echt net een konijn? Zo. Daar heb je wel weer genoeg van gehad. En Lucien, die mensen die wachten op hun tornado, ik heb ze niet meer beloofd. Had je dat maar niet moeten doen. Je bent toch alleen maar je kok en de kok is hier de baas. Dat vind je nou niet weer. Ik weet anders wel een ander minuutje voor ze. Vooraf je Lucien, tussendoortje Lulu, hoofdgerecht Lucienke, toetje moi. Nou, maak maar geen zorgen, want ik ga toch niet naar die schoolreunie. Wat? Nee, ik ben veel te ziek. Actie! Met gewoon een beetje verkouden. Nee, ik ben verkouden genoeg om niet te gaan. Actie! En die tornado, die regel ik zelf wel. Zo, alsjeblieft. Zo. Biefstuk, niet zwazen. Oeh, gezondheid. Zo, uw biefstuk niet zwazen. Ik bedoel de tournado.
Alsjeblieft. En u krijgt ze van het huis. Oh, nou, bedankt. Zeg, dat is aardig van u. Maar ik wou nog even een flesje champagne. Ah, nou, dat ging nog net goed. Ja, uw champagne. Karel. Nee, niet nu. Ik vind het ontzettend stom als je niet gaat. Weet je, dan mocht je er niet mee. Ik ga niet en ik ga er hier niet met jou over discussiëren. Hoor jawel, je gaat dus goed naar me luisteren als het om mij gaat, hè? Dan hoef het al niet meer. Nee, het gaat niet om jou. Ik wil hier gewoon niet gaan. Ik ben gewoon ziek. Zeg, lukt het een beetje? Ja hoor, prima. Je durft gewoon niet. Dat durf ik maar niet. Alsjeblieft. Doe champagne. Alles in orde met u, hoop ik? Oh, ja hoor. Prima, prima. Het kan echt niet beter. Nou, als u maar niet weer over me heen. Nee, maar... Ja. Dag, Alice. Je spreekt met Karel Visser. Ja, nee, maar daar bel ik me juist over, want ik denk dat ik niet kom. Nee, ja, nee, het spijt me ook vreselijk, maar ik ben een beetje ziek, geloof ik. Sorry. Ja, griep of zo. Ik weet niet, ik heb ook koorts en zo. Ja, dus, nou nee, dat zou ik maar niet doen, hè? Want nee, het zou wel eens heel besmettelijk kunnen zijn, hè? Maar, ja, nou ja, als je aandringt. Ja, nee, gezellig. Natuurlijk, heel gezellig. Uitstekend, Alice. Hartstikke leuk. Tot zo. Ja, dag. Dag, Alice. Dag. Oh, dat is niet waar, hè? Wat is er? Alice komt hier straks langs op ziekenbezoek. Hoe laat? Om 1 uur. Ze moest hier toch in de buurt zijn. En ze wou me per se zien. Nou, zo leuk is dat niet, hoor. Dat stond toch in de Bijbel? Als de hand niet naar de knie komt, komt de knie wel naar de hand. Fritsie. Als je nou niet tevoorschijn komt, dan ga je naar de vivisectie, poppenkonijn. Hier is ze niet. Nee, hier ook niet. Heb je al in de magnetron gekeken? Hé, ja. Ik snap niet dat hij niet op die wortels afkomt. Misschien moeten we met een hoge hoed proberen. Wat zijn jullie nou aan het doen? Wij houden even een kleine check-up. Om te kijken of de pannen niet aan metaalmoeheid lijden. Dat heb je vooral bij deksels. Dat komt van al dat klep. Hoor je wel? Dat is metaalmoe. Maar dat is wel een, je vriendin kan zo. Nee, hoor jongens, ik ben er niet. Bart! Je bent toch hier? Nee, ik ben er niet. Zeg maar tegen de dokter. Ik bedoel, zeg maar dat de dokter gezegd heeft dat ik heel erg besmettelijk ben. Joe! Karel, ben je daar? God, Thijs. Joe, is er iemand? Zeg maar dat ik er niet ben. Ik ben er niet. Oké. Okay. Dag, Karel zegt net dat hij er niet is. Toch, Karel? Karel! Hallo, Alice. God, Karel! Oh, je hebt kort haar! Ja, en wij zijn in vlechtjes gebleven. Ja. Jij bent helemaal niks veranderd, zeg. Ja, je bent een beetje ouder geworden. Niet veel ouder, hoor, maar een beetje ouder natuurlijk. Ja. Ja, dat schijnt vaker voor te komen, hè, dat mensen ouder worden. Ja. Ja. God, wat leuk om jou te zien! Ja, wat leuk, hè? Zeg, jij bent toch niet zijn dochter, hè? Nee, zeg. Ik ben Dirkje. Ja, Dirkje werkt hier. Die woont in het Souterrain. Ik ben de nichtje van Lucien. Ja, ik dacht al. Oh, dan ben jij zeker Lucien, de kok. Nee, ik ben Frits, de Frits. Dat daar is Lucien. De kok. Oh, wat leuk. God, Karel, je bent nou net zo stuk als vroeger, hoor. Dank je. Zo, nou, en waar is die vriend van je? God, meneer Visser, heeft u een vriend? Dat u dat weet? Natuurlijk, dat heb ik altijd al geweten, hoor. Oh, en die hand op knie dan? Oh, dat stelde niks voor, kind. Dat deed hij altijd bij alle meisjes. Getverdamme, dat vind ik nou nog eens ongewenste intimiteit. Ach, wel, nee. Dat kon toch helemaal geen kwaad, hè, Karel? Nou, ik heb daar hele andere ervaringen mee. Oh, ja? Ja, Alice, je moet weten... Lucien is eigenlijk ietsje meer dan mijn kok. Alleen, hij is ook een beetje mijn voorgerecht en hoofdgerecht en toetje. Ja, de liefde gaat bij ons door de maag. Ja, alle grote meidengekken worden altijd homo. Nou ja, zo erg is het toch niet? Nee, maar is hier een poes of zoiets? Nee, een poes? Nee, ben je gek? Ik ben hartstikke allergisch voor katten.
Ik ook. Zie je wel, ik wist wel dat wij toch iets gemeenschappelijks hadden. En ook voor huisstof, huismeid, honden, de cavia's. Aardbeien. Tje. Goudvissen. Ah. Frits, Dirkje, waar is dat konijn? Hè? Ja, Dirkje, waar is dat konijn? Een konijn? Er is hier toch geen konijn, hè? Er was dus een konijn. Ja, en... er was hier een konijn, maar die is nu kwijt. Nou, zo te ruiken moet hij wel ergens in de buurt zijn, hoor. Oh, kunt u dat ruiken? Ja, daar heb ik een speciaal zintuig voor. Ah, toen is er dus toch die allergie. Zeg, Karel, help eens even. Ik heb één van jouw neus nodig. Ja, heb jij iets? Hè? Ja, jou. Ah, bingo! Ah, moet je kijken. Dan een konijn. Ah, zie je daar. Maar wat doet zo'n konijn hier in het restaurant? Weet jij er iets van, Lucien? Hè, konijn? Ja, dat is van een goochelkennis van Frits. Huh? Frits? Vrolijk Pasen! En vertel eens, zaten er nog meer jongens in de klas die... Nou ja, hoe zou ik het zeggen, die graag meisjes hun knieën zaten? Ja, dat zou jij wel willen weten. Ja. Hè? Ja. Nou, ik vertel het je wel op de reunie. Je komt toch ook? Mm-hmm. Hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, als Lucien dat wil. Tuurlijk. Zeg, waarom houden we de reunie niet hier? Hier? Ja, dat is een goed idee. Nou, nee. Laten we dat nou maar niet doen, hè? Hoezo? Denk even aan andere gasten. Ach, onzin. Dan huren we toch gewoon de hele zaak af? Ja, kijk, als we dat tijdig reserveren, moet dat toch kunnen? Ja, dat is leuk. Dan komen Dirkje en ik ook nog even een bitterballetje wegsnacken. Nee, jullie moeten bedienen. Ja, als er maar geen konijnen los rondlopen, hoor. Shit. Frits. Hè? Waar is Frits? Oh, nee. Vergeten. Die is nog beneden. Heet dat konijn Frits? Ja, die is naar mij vernoemd. Hij lijkt een beetje op me. Voortplanten en wegwezen. Trouwens, een goed idee zeg om die reunie hier te houden. Ja, was nou. Kaalkeel, je hebt een wereldtijd, hoor. Trouwens, dat uitgekeken jij homo bent. Ja, dat wist je niet, hè? Maar nou ben ik al bezet, hoor. Ja, kom op, jongens. Hé, hey, doordrinken. We zijn toch geen mietjes? Ja.